Iris van Dijnsen is van het Rode Kruis en coördineert de voedselhulp daar op Curaçao. En ik vroeg haar naar de vouchers, want die delen ze tegenwoordig ook uit op dat eiland. Dat zijn eigenlijk kaarten waarmee je naar aangesloten supermarkten kan gaan om daar voedsel te halen. En het inpakken van die voedselpakketten, dat is ook een hoop werk natuurlijk. Ja, ja, vrijwilligers hier die zijn 6 dagen per week aan de slag om te zorgen dat al die pakketten worden ingepakt. Maar met zo'n kaartje, zo'n voucher, kan je naar de supermarkt gaan en zelf producten kopen die voor jou op dat moment juist heel belangrijk zijn. Bij de Inepro Groep houden wij ons al ruim 30 jaar bezig met betaal- en authenticatieoplossingen. En naar aanleiding van een groeiende vraag naar digitale betalingen via e-wallets met bijvoorbeeld een app, besloten wij onder het fintechmerk Quario een platform te ontwikkelen. Quario is een cloud management en betaalplatform dat toegang tot en registratie van betalen bij zelfserviceapparaten faciliteert. I'm de Melas, I'm the senior humanitarian aid coordinator at TDH Netherlands. I coordinate the humanitarian programs of TDH globally. Terrorism is a Dutch-based international non-governmental organization committed to stopping child exploitation. In Ethiopia, we currently have a number of humanitarian and development projects, of which in the humanitarian we are also collaborating with Quario. De coronapandemie heeft ook in Ethiopië veel impact gehad. Nog meer kinderen uit Ethiopië worden nu geconfronteerd met angst, honger, geweld of ziekte. Terrorism biedt daarom noodhulp waarbij de nadruk ligt op het bieden van zorg en bescherming aan kinderen en families. Data protection of our participant or beneficiaries is at the center of our work. So most of the available cash transfer technologies require transfer of beneficiaries data to a third party. For TDH, this work is quite crucial that we don't transfer data to a third party. That's where Quario can provide the data protection mechanism. So most of the available technologies now are either not cost efficient or the initial investment is high. So this is where Quario can step in. So far we have reached over 2,700 households with our multi-purpose cash assistance using Quario application. The feedback that we receive from the beneficiaries shows that they are quite happy that Quario can provide the service. In addition, they find it quite transparent and quite accurate. Onze motivatie is dat wij vanaf huis uit een sociaal bedrijf zijn. Dit zit niet alleen in het karakter van onze mensen, maar ook in onze missie en visie zijn hierop gebaseerd op het ontzorgen van organisaties en de dagelijkse processen zo eenvoudig en veilig mogelijk maken voor gebruikers. Wij zijn voortdurend bezig met de vraag: hoe zorgen wij het beste voor jou?